Vlaams Parlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug op de afgelopen 12 maanden. 2021 was het jaar waarin corona de actualiteit beheerste. Maar we hebben het ook over het maatschappelijk debat, polarisering en de woke-beweging. Daarnaast zit het Vlaams Parlement halfweg de legislatuur, het ideale moment om een voorzichtige balans op te maken. We praten uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Orrie van de Wouwer. Orrie van de Wouwer van CD&V Antwerpen, 33 jaar, nog een jong parlement zit en sinds 2017 hier in het Vlaams parlement. Zeer welkom in deze kerststudio. Goedemiddag. Het jaar 2021 eindigde met voor uw partij dat lang verwachte vernieuwingscongres. Dat moest een stroomstoot geven, een nieuwe adem aan de partij. Er waren 143 voorstellen, ze werden bijna allemaal gehaald. En uw partij gaat daaruit vanuit het principe nabijheid. Wat betekent dat juist, nabijheid, politiek dan? Maar nabijheid, dat wil zeggen dat wij belang hechten op de zaken die de mensen onmiddellijk aanbelangen. En dat is voornamelijk in hun eigen directe omgeving, hun gezin, waar ze werken, waar ze naar school gaan. En er wordt altijd gezegd dat de politiek te vaak met zaken bezig is die zich boven de hoofden van de mensen afspelen. Maar alles wat wij hier doen, heeft een onmiddellijk impact op het dagelijks leven van mensen. En daar willen wij vooral kijken naar wat de beslissing die wij nemen, welk impact gaat die hebben en hoe kunnen we dat ook zo bij de mensen brengen. Dus vandaar het verhaal nabij, zo dicht mogelijk bij de burgers. Over die mensen, daarover zei je voorzitter, wat er in de politiek gebeurt, ja, gewone mensen passeren dat vaak. Wat zijn dan juist gewone mensen en vanwaar die mogelijk desinteresse in wat er in de politiek gebeurt? Maar de gewone mensen, ik zou die term zelf niet zo hanteren. Ik weet goed wie dat de voorzitter daarmee bedoelt. Maar ook mensen, ik denk dat voor ons staat elke mens sowieso, met ieders eigenaardigheden. En ook de misschien minder gewone mensen, die bedoelen hier ook mee. Het is natuurlijk ook belangrijk dat zij zich aangesproken voelen. Dat brengt me bij de tweede zaak van uw vraag. Heel vaak denk ik dat het voor mensen aanvoelt dat er een te grote afstand is tussen waar zij wakker van liggen en waar de politiek mee bezig is. Of ook de manier waarop er aan politiek wordt gedaan. De polarisering, de heel harde discussies. Het geruzie, daar liggen mensen niet wakker van, of dat willen zij niet zien. Zij willen de resultaten zien en zien dat er, met alle uitdagingen die op ons afkomen, dat daar goede beslissingen worden genomen, goed beleid, zodat de mensen gewoon hun leven kunnen leiden. Misschien wordt dat bedoeld met gewone mensen. In gepolariseerde debatten heb je forse meningen die tegenover elkaar staan, uitersten. Maar daartussen is een brede, vaak stille groep van mensen die eigenlijk inderdaad gewoon het leven op een comfortabele manier willen invullen. Ja, en daar wil jij ook voor opkomen. Ik denk dat wij als centrumpartij daar het beste geplaatst zijn. De kans bestaat op een nieuwe naam voor CD&V. Wat zit dat recht aan te komen? Dat zullen we zien. Dat is het initiatiefrecht van de voorzitter. Dus ik kijk daar even hard als u naar uit om te zien wat er zal gebeuren. Ja, dat over uw partij. We gaan het hier in dit gesprek hebben over de coronacrisis, waar we nog steeds middenin zitten. Ook over het maatschappelijk debat. We gaan het hebben over deze Vlaamse regering, die nu midden legislatuur zit na 2 jaar. En we eindigen straks met 2 videofragmenten. Eentje door uzelf uitgekozen en eentje door onszelf. Zo vrij waren we. Maar eerst naar die coronacrisis. Ja, meneer Van de Wouwer, die coronacrisis had u zich een jaar geleden, en toen keken we allemaal uit naar een vaccinatiecampagne, het Rijk der Vrijheid, had u zich een jaar geleden kunnen inbeelden dat we nu op dit moment nog altijd onder zo'n gesternte een gesprek voeren, beperkende maatregelen, nieuwe coronavariant met Omicron, blijft langer duren dan gedacht, hè? Ja, ik denk een jaar geleden dat iedereen hoopte dat het snel achter de rug zou zijn, dat het ergste gepasseerd was. Maar jammer genoeg, zo'n virus muteert en er zijn nieuwe varianten op. En dat kon niemand volledig voorzien of ook niet weten dat de vaccinaties daar niet de volledige bescherming zouden bieden die we gehoopt hadden. Maar toch denk ik wel dat er al een groot verschil is met vorig jaar. Er zijn nog altijd strikte maatregelen waar ik volledig achter sta, die nodig zijn om die druk op onze zorg te doen afnemen. Maar het is niet meer zoals vorig jaar dat wij om middernacht moeten thuis zijn, bijna niet meer op café kunnen gaan. Dus er mag gelukkig al veel meer en ik denk wel dat het vanaf nu alleen maar beter zal worden. Ja, u zegt het, er mag eigenlijk heel veel. Wordt dat soms wat vergeten? We horen veel gemor, maar uiteindelijk kunnen we grotendeels gelukkig gaan en staan waar we willen nu. We kunnen gaan winkelen, we kunnen familie bezoeken. Ja,
waar er in het begin van de crisis echt nog een heel sterk gemeenschapsgevoel bestond van we moeten hier allemaal samen voor gaan, begint de moeheid bij iedereen wat toe te nemen. Ja. En dan is het heel gemakkelijk om daar de overheid ook mee verantwoordelijk voor te achten. Maar ik denk dat wij in de regeringen zo goed mogelijk in de omstandigheden en met de informatie die ze hadden, beleid hebben gevoerd om opnieuw die cijfers naar beneden te krijgen, maar tegelijkertijd ons toch nog wel de vrijheid te geven om ons leven zo goed mogelijk te leiden. En nogmaals, ik hoop dat het vanaf nu alleen maar beter zal gaan. Ja, want je merkt dat er heel wat ongenoegen is, maar zijn mensen boos op de politiek, op het beleid, of eigenlijk gewoon boos op dat niet te doorgronden coronavirus? Maakt me nog het verschil? Ja, het is makkelijk om dan, denk ik, met de vinger te wijzen naar de overheid. Dat is de gemakkelijkste manier. Maar ik denk als wij allemaal nog beter ook die maatregelen zouden volgen, indien iedereen zich zou laten vaccineren, gaan we er ook nog sneller doorgaan. Dus deze is ook vooral een oproep aan ieders eigen verantwoordelijkheid om die maatregelen na te leven, om u te laten vaccineren. En dat is niet alleen een verantwoordelijkheid voor jezelf, om zelf gezond te blijven, maar ook voor je onmiddellijke omgeving, voor je familie, voor je vrienden, voor die ondernemers, voor onze cultuursector, op het nachtleven, dat terug allemaal kan opengaan en dat wij terug ons leven kunnen leiden zoals we allemaal willen. Maar dat is ieders verantwoordelijkheid en niet alleen maar die van de overheid. En daar wordt soms iets te gemakkelijk, denk ik, wel van uitgegaan. De belangrijkste spil in dat coronabeleid hier vanuit Vlaanderen is jullie minister, Wouter Beek, minister van Welzijn. In de loop van de maand december kreeg je nog wel kritiek ook van oppositie, ook een stukje vanuit de meerderheid N-VA, dat die nogal laat kwam met die beslissing over de boosterprik, de derde coronaprik. Is daar iets van aan? Maar, dat is gemakkelijk om te zeggen, maar minister Beke die baseert zich op wetenschappelijk onderzoek, op input van experten en die neemt de tijd om vooraf altijd de gesprekken aan te gaan en dan beleid voor te stellen. En niet zomaar snel grote aankondigingen te doen, bepaalde hoop en verwachtingen creëren die hij nadien kan invullen. Dus ik ben zelf blij met iemand als Wouter Beke die op zo'n manier te werk gaat. En als je kijkt naar onze vaccinatiegraad, hoe dat alles uiteindelijk is uitgerold, zijn we een van de best presterende regio's in Europa. En dat mogen we toch ook wel eens benadrukken. En dat is uiteraard niet alleen maar de verdiensten van Wouter Beke, dat zijn in de eerste plaats ook al die vaccinatiecentra, die burgemeesters, die vele vrijwilligers. Maar ik denk dat we vanuit Vlaanderen daar toch een heel goede faciliterende rol hebben gespeeld. Ja, de Europese Commissie berekende midden december dat de immuniteit van de bevolking in de eurozone dat die tegen 2024 70% zou bedragen. Dat betekent volgens experten dat we zullen blijven te maken hebben met coronagolven. We zitten nu in de vierde, we zitten met de beta-variant, de omicron-variant. Je kan doorheen het hele Griekse alfabet gaan. We zijn er gaan. Bijna, ja. Ja, straks zijn we er. Het betekent wel dat we misschien eens moeten nadenken over hoe gaan we op lange termijn met dat fenomeen, dat virus, omgaan als dit een vijfjarenplan wordt. Mm-hmm. Zijn zo'n fundamentele denkoefeningen bezig, ook ethische vragen die daarbij moeten gesteld worden? Ja, die zijn bezig, maar denk als we op dit moment geconfronteerd worden met de stijging van de cijfers, dan moeten we vooral ook ingrijpen op wat er nu nodig is en tegelijkertijd ook wel kijken hoe we op langere termijn daaraan denken. Zowel de aanpak van de pandemie zelf, maar ook hoe we dat leefbaar maken voor de bevolking, voor de sectoren. Het is daarom ook dat wij als partij vragen om die coronabarometer in te voeren. Op basis van die barometer kan er ook voorspeld worden welke maatregelen er gaan nodig zijn als we zien dat de cijfers van aan het stijgen zijn of welke kunnen versoepeld worden. Maar het geeft ook perspectief aan de sectoren, aan de cultuursector bijvoorbeeld. Zij kunnen veel beter inspelen op de golf die bezig is. En in plaats van er nu gezegd is, voorstelling alleen maar maximum 200 personen, ongeacht de grootte van de zaal, dat van de ene op de ander die beslissing wordt genomen. Nee, dat ze dat zelf ook kunnen inschatten. En wanneer zij met hun ticketverkoop bezig zijn en zien, het zou kunnen dat de cijfers terug gaan stijgen, dat we naar opnieuw verstrengingen gaan. In plaats van gewoon te zeggen, vanaf dan nog maar 200 personen, dus de rest moet maar opnieuw vergoed worden of tickets terugkrijgen. Nee. Blok het nu gewoon af en we kunnen op onze capaciteit, waar we bijvoorbeeld nu al in de ticketverkoop zitten, wel verder gaan. En heb je geen jojo-beleid niet meer. Dat is veel voorspelbaarder voor de sector, voor de bevolking. Nee, dat al een goede stap op langere termijn zou zijn. Ja, dat weten. Omgaan in de maatschappij met die crisis. En dat weten mensen waar ze aan toe zijn, want nu misschien al te veel overlegcomité's en veranderingen van het scenario hebben toch voor wat ongenoegen gezorgd. Mm-hmm. En dat merk je wel in de toon van het maatschappelijk debat als ons volgende onderwerp. Puzzle.
for justice is right now. Ja, woke. Het woordje alleen al wekt allerlei emoties op, nogal verschillend. Dat hangt af van bij wie tot wie. Maar ik begin er even mee, omdat er een opmerkelijke oproep was bij het begin van dit academiejaar. Luc Sels, de rector van de KU Leuven, die riep aan zijn academici, zijn professoren op om wat meer de tegenspraak te durven opzoeken. En hij verwees dan naar al te woke denken. Heeft, had hij een punt? Ja, ik denk het wel, maar om te beginnen, laat me stellen, ik denk die woke-beweging dat er op zich een goede zaak is en dat fenomeen. Wat is woke zijn? Woke komt van het Engelse woke up. Wakker worden, je bewust worden van, alert worden. En je vooral ook bewust zijn van bepaald onrecht die nog in de samenleving aanwezig is. Dus dat daar vanuit verschillende groepen aandacht wordt op gevestigd, dat is een goede zaak. Alleen zien we dat die slinger soms iets wat te hard is doorgeslagen. Als we dit jaar heeft Joe Biden zijn eed afgelegd als president. We hadden daar die poëte Amanda Gorman, heeft daar een prachtig gedicht gemaakt. Dat werd dan vertaald in verschillende talen over heel de wereld. Er is hier vanuit Vlaanderen, Nederland kritiek gekomen, omdat een witte schrijfster dat gedicht zou vertalen, een gedicht van een zwarte vrouw. Ja, dat is zo'n voorbeeld waar dat we misschien iets te woke geworden zijn, ja, of waar de slinger te ver is doorgeslagen. En dat mag nooit. En vandaar de oproep van de rector, die ik wel volledig begrijp. We mogen niet te angstig zijn om bepaalde standpunten in te nemen uit de schrik om op lange tenen te stappen. En zeker in de academische context is spraak, tegenspraak, discussie, argumenten pro, contra altijd nodig. En alle meningen moeten daarin gehoord worden. Het is een moeilijke oefening. U verwijst er net naar inderdaad de poëten bij de eetaflegging van de Amerikaanse president. De New York Times die schrijft bijvoorbeeld het woord zwart met een hoofdletter, omdat dat verwijst naar een gedeelde afkomst vanuit Afrikaanse cultuur. Het woordje wit, al dus de redactie, verwijst niet naar een specifieke cultuur. Dergelijke redactionele beslissing, noemt men dan, of noemen een aantal mensen in de VS dan weer al te woke, terwijl er valt historisch iets voor te zeggen. Dat zijn denkoefeningen waar je door moet, hè, die niet evident zijn. En wat zou je moeten kiezen? Is het juist van het ene woordje met een hoofdletter, het andere niet, want dat is dan... Ja, keuzes van de redactie, dan is het nooit aan de politiek om, om zich mee te moeien. Daar zult u het ook wel mee eens zijn. Nee, maar er zijn heel veel gevoeligheden, maar die dat heel belangrijk is dat... dat mensen die strijden voor onrecht en rechtvaardigheid, dat zij ook partners daarin betrekken en zich niet te hard willen afschermen. Zelf werk ik heel hard ook rond LGBT-thema's. Ja. Dat is dankzij 20 jaar geleden, toen Holibis, die zich als voortrekker hebben gepositioneerd. En ik ben nu dankbaar voor de resultaten die al geboekt zijn. Maar wat zien we vandaag? Dat die strijd door veel meer mensen wordt gevoerd. Door allies, hè, zogenaamde bondgenoten. En die heb je altijd nodig, denk ik. En dat gaat over eender welk maatschappelijk probleem. Moet je altijd kijken naar... ik geloof in wat je wil veranderen, maar daar ook medestanders in zoeken. En als je zo krampachtig, zowel uit de woke als de anti-woke beweging, daarmee omgaat, ja, dan ga je nooit stappen vooruit zitten. Ja, het voorbeeld van die woke en anti-woke beweging die tegenover elkaar staan, dat kunnen hevige debatten zijn, is volgens sommigen ook illustratief voor de tijden waarin we leven. Je hoort vandaag de dag vaak dat het allemaal zo gepolariseerd is. Leven wij nu echt in zo'n gepolariseerde tijden? We zijn nog jong, jij bent vooral nog jong. Je kan moeilijk vergelijken, maar is dat dan zo? Ja, de diversiteit op alle vlakken, ook aan meningen, die komt nog sneller zichtbaar ook. Hè. Onder andere door de social media. Maar ik merk toch ook in de politiek, als ik met collega's praat die al iets langer in dit huis rondlopen, dat debatten veel verhitter zijn en dat er ook vaker op de man wordt gespeeld. Dat het veel moeilijker is om met andere meningen om te gaan. Daar heel het gegeven van fake news en disinformatie, dat is ook een element dat daarin in meespeelt. Waar denk ik vroeger er meer gedebatteerd werd of gediscussieerd op basis van feiten, dat nu zelf die feiten aan zich betwist worden. En als ik zo net zei, ja, alle meningen moeten aan bod komen. Absoluut voor de vrijheid van meningsuiting. Maar er is wel een verschil tussen feiten en meningen.
Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar de feiten zijn wel wat ze zijn. Dus ik hoop dat wij kunnen debatteren altijd op basis van de feiten en daar tenminste al over eens kunnen zijn. Dat dat de grond is waarop we het debat kunnen voeren. Ja, debatteren op basis van de feiten doen jullie hier in het Halfrond. En dat is ook om de regering te controleren. Brengt ons bij het volgende thema, die regering Jan Bon. Ja. Ik vraag nu aan Philippe Brusselmans, de naam uit de loter van de Vlaamse Vossen tegenwoordig, met wie wij de eetaflegging gaan beginnen. Ik zweer de grondwet na te leven. Dank u wel. Ja, daar zagen uw eetaflegging en kort nadien dan ging de regering Jan Bon van start. We zijn nu 2 jaar verder mee. Die regering begon zoals alle regeringen met een ambitieus regeerakkoord. Dat was pre-coronatijden. Maar zal ze nu achteraf gezien onvermijdelijk de geschiedenis ingaan als zeg maar een crisiskabinet, de coronaregering? Ja, en dat kan ook niet anders. Maar ik denk dat we ook wel best trots mogen zijn op hoe dat we die crisis hebben aangepakt, ook in ondersteuning naar bedrijven toe. Hilde Krevits heeft onlangs nog een studie besteld waaruit bleek dat elke euro die geïnvesteerd is vanuit de Vlaamse overheid ervoor gezorgd heeft tot 3,5 euro minder welvaartsverlies. Dat is toch een heel mooi resultaat. Ik volg zelf de cultuursector op. We hebben daar op een heel korte tijd heel veel maatregelen genomen om die sector zo goed als mogelijk eerst door die crisis te loodsen en dan voor te zorgen dat zij nog altijd gewoon konden verder werken. Achteraf zijn er, ik kan ook altijd kijken naar fouten die gemaakt zijn, maar ik denk op het moment zelf dat we met de kennis die we toen hadden op een heel snel tempo beslissingen hebben kunnen nemen. En nergens ter wereld is er een land dat het perfect heeft gedaan. Iedereen maakt fouten. En dat gaat voor ons ook zo gelden. Maar ik denk dat we allemaal ons best hebben gedaan, zowel de meerderheid als ook de oppositie, echt vanuit een oprechte bekommernis om die crisis zo goed mogelijk aan te pakken. U vermeldt daar de cultuursector die u volgt. Dat is helaas ook de sector die vaak het eerst getroffen wordt. Het eerst gesloten gaat vaak het laatste open. Maar toch opmerkelijk was dat er wel bijzonder fors gesteigerd werd daar in december, toen er beslissingen werd genomen. Waarom kwam dat dan specifiek zo hard aan? Zat men nu echt helemaal al aan het eind van het Latijn? Ja, die sector die snakt echt naar perspectief en zij voelen het aan als onrechtvaardig dat er nu bepaalde regels gelden die niet zo sterk onderbouwd zijn. Hey, ik heb er juist al verwezen in het gesprek naar die maximum 200 personen die aanwezig mogen zijn in een zaal. En dan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een zeg maar, lokale parochiezaal of een grote kunstinstelling of een grote cultuurinstelling. Met een capaciteit van 2000 bijvoorbeeld. Terwijl zij een goede ventilatie kunnen voorzien, het publiek stilzit met een mondmasker op, heel passief luistert, niet praat, niet danst, niet rondbeweegt en met COVID-safety-kit wordt gewerkt. En ik denk dat het beter zou zijn om daar met de zogenaamde CIRM en CERM-modellen te werken, waarbij er wordt gekeken naar de infrastructuur van een zaal en dan te kijken hoeveel mensen dat er daar nog mogelijk zijn. En voor de cultuursector komt het nu over alsof dit een maatregel is die eigenlijk vooral symbolisch bedoeld is, maar niet veel, weinig nut heeft. Ja, want zo scheert men ze allemaal over dezelfde kam, maar inderdaad, dat is geen fuif waar men in mekaars nek hangt. Nee. En de facto 200 personen voor de opera in Antwerpen of in Gent, dat is een de facto sluiting. Dat is een half lege zaal bijna. Dat is 10% van de zaal dat gevuld is. En wat het ook nog extra onrechtvaardig doet, doet aanvoelen, is dat het Pasteur-rapport dat 2 weken geleden ook is bekendgemaakt, daaruit blijkt dat bij theatervoorstellingen de kans op overdracht van het virus bijna onbestaan is. Dus dan begrijp ik die kreet vanuit de sector. En daar moeten we verder mee aan de slag gaan. Zij waren daar ook niet in gehoord. En ik hoop dat we zo snel mogelijk op die CERM en CIR-modellen kunnen terugkomen en die hanteren om beslissingen binnen die cultuursector af te dwingen. Voor alle duidelijkheid, ik pleit hier niet voor de versoepelingen op het moment dat de cijfers nog zo hoog zijn. Maar ik pleit wel voor heel doordachte en goed onderbouwde maatregelen. Want alleen zo gaat je draagvlak krijgen voor die maatregelen. Ja, inderdaad. En we zitten nu al 1,5 jaar met die crisis. We hadden het er net over. Als die nog zo lang zal blijven duren, moet er dan een barometer komen. Mm-hmm. Maar moeten die maatregelen toch wat meer gecibleerd zijn, zoals men dan noemt, afgemeten, naar de zaal kijken, eigenlijk zeg. Ja. Dat brengt ons bij het volgende thema. En dat thema is ook een cadeautje. Er is een kerstboom, er is een cadeautje. De kerstboom mag u laten staan. Maar daar is een klein geschenkje. U mag dat open doen, dat is voor u. Ja. En dat
zal ook verwijzen naar het thema, het fragment dat we samen zullen bekijken. En dat fragment hier uit de plenaire zitting in het parlement. Ik ben echt heel benieuwd. Ik kon er mijn ogen nog niet afhouden de hele tijd. Aha. Een regenboogparaplu. Daar heb ik een idee. Echt zien dat ik die studio hier niet afbreek. Ja, in het glaasje. Pas op, Jan. Hopla, mooi. Oké. Okay. Daarmee ga ik kunnen rondlopen op de volgende Pride als ze hem kan doorgaan. Heb je al een vermoeden in een regenboogparaplu? Wat het, Ja, sowieso een van de LGBT-thema's. Ja. Er zijn er heel veel van gepasseerd. Ik heb het fragment dat ik zelf heb gekozen, gaat er ook over. Maar ik ga rond binnenlandse, Vlaamse LGBT-uitdagingen zijn of internationaal. We hebben op allebei de vlakken veel gewerkt het voorbije jaar. Zeer juist, een heel aantal mogelijke thema's. Hier keren we terug in de plenaire zitting van maart. Het ging over een pijnlijk verhaal. Het was een tussenkomst van jezelf naar aanleiding van de moord op David Bolvliet in Beveren. Ja. Maar ik wil afsluiten door te zeggen dat ik toch heel blij ben om overal die regenboogvlag te zien. Want ik ben ervan overtuigd dat deze zichtbaarheid van deze regenboogsymbolen ook echt niet niks is. Want daarmee tonen we aan dat het oké is om holibi of transgenders te zijn. Niet alleen maar vanuit de holibi-gemeenschap, maar de hele samenleving geeft momenteel dat signaal. Zowel naar de daders toe, dat zij het probleem zijn, en niet de holibi's of transpersonen zelf, maar ook een signaal naar iedereen die angst heeft om zichzelf te zijn of om zich te outen. Dus een oproep, blijf die symbolen verder tonen en aan de regenbooggemeenschap, alsjeblieft, blijf hand in hand wandelen, blijf elkaar kussen, toon jezelf en wees daar trots op. Want dat is allemaal oké. En nogmaals, niet zij, maar de homofobe daders zelf, die zijn het probleem. Dus terwijl het beleid actie onderneemt, hang allemaal die vlag uit, pas uw profiel aan. Als signaal voor holibi-gemeenschap, maar ook als signaal en steun voor die omgeving van David Bolvliet. Dat is eigenlijk een opmerkelijke oproep. We gaan het straks nog hebben ook over een resolutie daarover. Maar hier gaat het over het principe. We zijn 2021-22, decennia na de seksuele bevrijding, dat je naar een situatie, een atmosfeer komt waar een jong parlementslid moet oproepen van mensen van de regenbooggemeenschap, durf hand in hand te lopen. Durf vooruit te komen dat je elkaar graag ziet. Ik denk, hoe spijtig dat we deze oproepen nog moeten doen in deze tijden. Absoluut. En tegelijkertijd hebben we nog nooit zo ver gestaan dat gelijke rechten voor holibi's en transgenderpersonen betreft. Maar dat zijn allemaal wettelijke vrijheden en gelijkheden die zijn ingebouwd. Ja, dat is ook het recht van de straat. Hè? Het recht op de straat. Ja, en het recht op de straat. En daar zien we in de samenleving dat het soms nog iets moeilijker ligt. Tegelijkertijd, hier, na die moord op David Bolvliet, was het wel heel bemoedigend om te zien hoeveel steun er kwam, ook vanuit de hetero-bevolking. Zelf mensen waar ik zelf wat schrik voor had toen ik mij outte, en die misschien niet de beste reacties gaven toen, die ik nu plots ook hun Facebook-banner zag veranderen naar een regenboog. Dus die steun op dat moment die was zo breed. En dat is een goede zaak. Ik denk ook dat de politiek is er ook zo'n brede consensus wat die gelijkrechten voor holibi's en transgenders betreft. En we zien dat nu ook meer en meer in de samenleving. Dus dat is wel bemoedigend. Maar tegelijkertijd zijn er toch nog altijd mensen die het slachtoffer zijn van discriminatie. Of hier, het tragische voorval, David Bolvliet, die dat met zijn leven heeft moeten bekopen. Ja. Ja, en dat is nu een incident bij ons, maar we leven ook in een wereld die vijandig kan zijn. Midden december plaatst u op uw persoonlijke website overigens een oproep waarin u aan de regering vraagt of suggereert om internationale sportsevents in landen die mensenrechten schenden, om die diplomatiek te boycotten. En ja, in casus gaat dat onder meer over het WK voetballen in Qatar. In Qatar, waarvan de organisatie zegt, ja, regenboogvlaggen mogen hier niet hangen. En daar staan celstraffen op homoseksualiteit. En de woordvoerder van de organisatie zegt, ja, we zullen even streng optreden als anders. Ja. Tijdens dat WK. Op dat moment is dat het centrum van de wereld, dat WK. Ja, vandaar ik vind dat wij daar zeker onze politieke vertegenwoordigers moeten wegblijven. Ja. Een algemene boycott, ik denk dat, want het gaat niet alleen maar over Qatar, evengoed voor de Winterspelen in China, dus valt een voorbeeld inderdaad te zeggen. Ja, en het gaat ook niet alleen maar om de LGBT-rechten in Qatar, de arbeidsomstandigheden voor de arbeidsmigranten die naar daar zijn gehaald, die worden als slaven uitgebuit. En daar mogen we niet zomaar blind voor zijn. Dus vandaar dat ik hoop dat onze ministers en al onze officials daar wegblijven om zo een diplomatiek signaal te geven. Onze sporters, ja, die hebben natuurlijk ook heel vaak jarenlang
naar zo'n sportevent toegeleefd. We mogen hen nu ook niet straffen door een algemene boycott af te kondigen. Maar dit zomaar laten passeren, dat kan natuurlijk niet. Ik denk dat wij als verkozenen een plicht en verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van onze eigen kiezers en onze eigen burgers. Maar daarnaast kunnen wij ook van ons mandaat en vanuit onze democratische instellingen hier het opnemen voor de zwakkere elders in de wereld. En die verantwoordelijkheid moeten wij in deze ook nemen door te wijzen op die mensenrechten schendingen eender waar in de wereld en dan heel concreet hier die sportevents aan te grijpen, want heel de wereld zit ernaar te kijken. Ja. Op dat moment moeten we daar een heel duidelijk signaal geven. Het event dat wel doorgaat, de sporters die wel daar hun droommatje kunnen spelen, maar toch, wanneer een land zegt, wij sturen geen officiële vertegenwoordiging, geen ministers en dergelijke meer, dat kan al een diplomatiek incidentje zijn. Hè? Dat kan een diplomatiek incident zijn en daar zal over gesproken worden. Ik denk wel dat we de dialoog altijd moeten blijven aangaan. Zomaar diplomatieke banden doorknippen met landen, ja, nee. Dan verlies je ook elke kans om nog iets wat van impact te hebben. En de lokale bevolking, daar die arbeidsmigranten, daar die lokale LGBT-gemeenschap te steunen, daar zijn ze ook geen vraag voor. Maar het zomaar laten passeren en doen alsof er niks aan de hand is, ja, dat kan natuurlijk ook niet. Ja, brengt ons naadloos bij het fragment dat u zelf heeft uitgekozen. Ik verwees er al even naar, we blijven in dezelfde sferen. Dat is uit midden juni, midden de zomer. En dat is over de resolutie over geweld en discriminatie tegen de LGBTQI+ gemeenschap, tegen personen. Daar luisteren we even naar. Holibies en transgenders, zij voelen zich nog altijd niet volledig veilig of volledig geaccepteerd. Zij voelen zich geviseerd, bedreigd, gewoon omwille van wie zij graag zien of hoe dat zij graag hun genderidentiteit willen beleven. Dus ondanks die vele inspanningen op federaal en hier Vlaams niveau, voelen we dat er dus altijd heel veel werk aan de winkel is om ervoor te zorgen dat al die LGBTQI+ personen zich overal veilig, vrij en zichzelf kunnen voelen. Vandaar dat we vanuit CD&V met heel veel plezier hebben meegewerkt samen met de meerderheidspartijen in Vooruit en Groen. Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het eigenlijke voorstel van resolutie. Einde van de stemverrichting, 117 leden hebben deelgenomen, 94 leden hebben voorgestemd, niemand heeft tegengestemd, 23 leden hebben zich onthouden. Dient gevolg neemt het Vlaams parlement het voorstel van resolutie aan en zal ik die aan de Vlaamse regering overmaken. En daarmee was er een stemming. Belangrijk hier was ook de inbreng van alle geloofsgemeenschappen. Nu, eerst even voor de duidelijkheid, dit is een resolutie, het gaat vaak over resoluties in dit huis. Wat is dat juist en waarom is dat belangrijk dat zoveel partijen samen zijn? Een resolutie is een vraag van het parlement aan de regering om ergens mee aan de slag te gaan. Dus het is niet volledig dwingend of even vergaand als een decreet. Maar als er zo'n duidelijk signaal komt vanuit een parlement, dan kan de regering dat ook niet zomaar naast zich neerleggen. En we komen regelmatig ook nog in de commissies terug op de resoluties die zijn goedgekeurd om op te volgen of er daar daadwerkelijk iets mee gebeurt. We zijn trouwens momenteel ook al met partijen die dit hebben ingediend aan een initiatief aan het nemen, maar daar kan ik nog niet te veel over vertellen, over een van de zaken die daarin stond. En het heel mooie, ik ben blij dat je het stemresultaat zag, ja. Dat was dat op enkel de Vlaams Belang-fractie na het volledige parlement dat heeft goedgekeurd. En het was ook een samenwerking van de drie meerderheidspartijen en Vooruit en Groen. Dus we hebben daarin... Dat is belangrijk bij een resolutie. Het gaat ook meerderheid en oppositie. Het is het parlement. Dat kan, ja, eens dat het wordt aangenomen, dat kan evengoed vanuit enkele meerderheidspartijen zijn. Eens dat de meerderheid in het parlement dat heeft aangenomen, is het een resolutie van het parlement. Maar hier vond ik het heel mooi dat wij die grenzen van meerderheid en oppositie hebben kunnen overbruggen. En dat is trouwens uniek in de wereld, dat over zo'n breed politiek spectrum er zo'n grote eensgezindheid is over die strijd voor gelijkrechten voor holibies en transgenders. Zowel van heel links tot centrum rechts en rechts. Van PvdA, Groen, Vooruit, VLD, CD&V, N-VA. Zijn we allemaal voortrekkers daarvoor. En dat zie je nergens elders in de wereld. Maar een tweede mooie punt was dat we hier niet alleen maar die grens van meerderheid en oppositie hebben doorbroken, maar dat we ook hebben getracht om onze levensbeschouwingen daarbij te betrekken. Dat blijft toch nog altijd een heikel punt binnen geloofsgemeenschappen, die homoseksualiteit.
En zij hebben hiermee het gesprek aangegaan. En we hebben daar een aantal weken heel intensief over gebabbeld. Echt met een openheid, zonder met de vinger te wijzen. En we zijn daar finaal tot een charter gekomen dat alle geloofsgemeenschappen mee hebben ondertekend. Bijvoorbeeld imam Benadou was daarbij, bisschop Bonny, vertegenwoordigers van het Joodse gemeenschap, de vrijzinnigen, alle gemeenschappen, waarin dat zij stellen dat er nooit discriminatie mag zijn omwille van iemands seksuele geaardheid. En dat is toch een heel mooi signaal. En die geloofsgemeenschappen gaan er zelf ook mee aan de slag bij hun eigen, binnen hun eigen gemeenschap. Dus zo hebben we toch een heel mooi traject kunnen in gang zetten ook. Ja, want inderdaad, ze gingen letterlijk ook samen met elkaar op de foto, de imam en de pastoor, bij wijze van spreken. Maar ze moeten het dan ook gaan prediken op de kansel natuurlijk, bij wijze van spreken. Ja, absoluut. Maar ik heb daar bijvoorbeeld in navolging van het traject bij met de CD&V nog een webinar gehouden met ons regenboognetwerk, samen met bisschop Bonny. En hij heeft daar zelf heel letterlijk gezegd dat indien een priester bij hem komt vragen, ja, ik heb hier de vraag van twee mannen of twee vrouwen die graag willen huwen samen, wat mag ik ermee doen? Dat de bisschop zei, zij kunnen perfect een zegening krijgen van een priester. Niet het sacrament, het sacrament van het huwelijk, maar een inzegening. Goede wil tonen. Dat is het goede wil tonen. En ik denk dat zo de kerk ook moet zijn. Als een priester gevraagd wordt om wagens in te zegenen, dat zelf oorlogsvoertuigen worden ingezegend, waarom zou dan een huwelijk tussen twee mensen die elkaar graag zien niet mogen ingezegend worden? En die openheid, die voelt je meer en meer in de kerk, tot bij de paus toe. En evengoed naar de rol die bijvoorbeeld gescheiden mensen moeten krijgen in de kerk. De bisschop zei, waar liefde is God. En dat is, wat kun je daar tegen inbrengen? Dat is een heel mooie geknipte uitspraak om mee af te ronden, want onze tijd is helaas op. Nog één vraagje voor 22. Welke kwaliteit wenst u de politiek toe? We hoorden hier eerder al empathie bijvoorbeeld. Ja, empathie en luisterbereidheid. En vooral de mogelijkheid om opnieuw over die grenzen heen samenwerking te zoeken, om samen te werken voor dat algemeen belang. Ja, dat is een mooie boodschap om mee af te ronden. Orrie van de Wouwer, zeer bedankt voor dit gesprek en een mooi eindejaar gewenst. Dank, voor u ook.